altijd deugd om de stap een keer achter u te kunnen laten. Wetend dat je ergens zonder kloppen een achterdeur kunt opnemen. De warmte die je voelt als je bij de uwe bent op de zondagavond in de zomer. En als je daar dan aankomt, dat was op te onverwachten. Want als priester heb je geen uur, nee. Dan gaat dat nieuws als een lopend vuurtje. En als het dan zo rond 9 uur donker wordt, dan zit je daar in de hof. Tussen je vader, je moeder, je broer, je zussen, je onkels en tantes. De aangetrouwde familie is erbij. En een hele nest kinderen. Het is niet buiten hoeveel. Je ziet je familie graag. Geweldig graag. En het is dan een gekwetter, lekker een zwarm spreeuwen in de kerstlaar. Is er daar dat ene jongske waar hij een bijzondere genegenheid voor voelt. Het is ook de meest verlegen van de hoop en de kleinste van gestalte. En juist daarom trekt hij het eerst op uw schoot, nog voor al de anderen. Die staan te dringen om bij u op uw knieën te zitten. Op de knieën van onkel pastoor voor een haai over een bol, een kruisje of een kneepje in de wang. Of een kruisje. Want met een kruis heb je meer kans op een goede bulletin op school, hè? Verstaat je? Ja. Laat de kinderen tot mij komen, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Dat is het evangelie, hè, dat ik hier citeer. En die ouders, die moedigden dat aan. Allee, vraag een keer schoon en ook een pastoor dat je op zijn schoot mocht zitten. Maar ik verzin dat niet, hè. Zij zagen daar hoegenaamd geen kwaad in. Hoegenaamd niet. En later, als je geen pastoor meer bent, als je hoger opgeklommen bent, dan blijf jij voor die kinderen, ook al zijn dat dan ook al lang geen kinderen niet meer. Blijft gij nog altijd een onkel pastoor? Het waren schone avonden. En als ik kon erbij, ik zou het juist hetzelfde doen. Dan verschiet er van in. Er zat daar echt geen kwaad in. Echt niet? Toen toch nog niet. En als ik zondagavond laat naar huis reed, dan voelde ik mij licht en gelukkig. En, ja, dat ook. Maar vooral opgewonden. En ik wist niet waar die opwinding vandaan kwam. Tenminste, dat hield ik mezelf voor. Mijn biefvader op het seminarium had mij gezegd dat opgewonden zijn of opgewonden worden, dat geen zonde is. Hè. Je bent een man, ik ben een man. Je kunt er moeilijk afsnijden. Hè. Ja. Mijn biefvader was van Kortrijk en daar zijn ze dingen gelijk als dat ze zijn. Het is de zelfbeheersing waar het op aankomt. Je moet de lust, de opwinding kunnen sublimeren, omzetten in energie, in een nog grotere inzet voor je zware taken als priester. He, verstaat je? Ja, ik moet niet op ja of overtuigd genoeg ja gezegd hebben, want hij voegde eraan toe. Je moet er met die poten afblijven. Ik lag op mijn bed, in de pastorie, mijn armen gestrekt langs mijn lichaam, mijn vuisten gebald en ik bad. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maar die opwinding bleef.
beeld van dat jongske op mijn schoot was haarscherp gebeiteld op mijn netvlies. Ik ging op mijn vuist liggen. Ik kan u verzekeren dat ze het deed. Hè? Ik had toen al een zwakke rug. Mijn fantasie sloeg op hol. Onkel Pastoor, krijg ik een kusje?